Laten we nog even één uitstapje maken naar die auto's. Nu we toch ook in de duurzame hoek zitten. Tesla. Ja, wat wil je ervan weten? Nou, een hoop nieuws weer, hoor. Nou, dan mag jij het belangrijkste nieuws voor mij eruit pikken. Ja, Shanghai, geopend door Musk, ik geloof vandaag. En ja, ontzettend belangrijke markt voor hem. Daar moeten de verkopen vandaan gaan komen. Tegelijkertijd zien we dat daar ook de verkopen van de elektrische auto's wat onder druk komen. Maar goed, desalniettemin, Tesla hoopt daar zo'n 100 tot 150.000 auto's te kunnen gaan verkopen in China dit jaar. En dat moet ook wel, want het aandeel heeft natuurlijk een gigantische rebound gemaakt. Een half jaar geleden nog $170, nu $450. Dus dat is een gigantische vooruitloping op de verwachtingen. De marktkapitalisatie, dus de waarde van het bedrijf, is daarmee meer dan General Motors en Ford bij elkaar opgeteld. Gaat u even zitten. Dus dat is ontzettend op verwachtingen gebaseerd. Die moeten voor een belangrijk deel waargemaakt worden in China. Ze produceren daar nu 1000 auto's per week. Ze zouden vrij makkelijk kunnen opschalen naar 3000 auto's per week. En Musk zou Musk niet zijn als hij toch nog even probeert om daar de boel te paaien. En dat doet hij nu door te zeggen van jongens, wij gaan ons research en development voor volgende modellen, de totale ontwikkeling gaat plaatsvinden in China. Dus hij verplaatst daarmee ook de autocapaciteit van Tesla en de knowledge. Ja, daar paait hij de Chinezen mee. Maar dan is hij af van allerlei mogelijke importheffingen. En bovendien geeft volgens mij de Chinese overheid ook subsidies op Tesla. Ja, die subsidies die weer op elektrische auto's die beginnen behoorlijk teruggeschaald te worden. Dus dat is ook het probleem waarom die autoverkopen al aan het afvlakken zijn in China op dat gebied. Door die fabriek in Shanghai neer te zetten, had hij natuurlijk al soort van die handelsoorlog gevolgen proberen te omzeilen. Maar ja, je ziet dat hij ook voor een belangrijk deel, voor zijn financiering is hij afhankelijk van de Chinezen. Ja. En hij kan natuurlijk, kijk, eigenlijk kun je Tesla zien als een bedrijf dat in 3 jaar uiteenvalt. Aan de ene kant is het de auto's produceren. De andere kant is het de technologie van het zelfrijden. Dat kun je apart zien. En vervolgens heeft hij ook nog eens een keer de hele batterijenbusiness. Dus hij kan best zeggen van nou, ik schuif nu die autobusiness richting de Chinezen. Want ja, die andere twee onderdelen kunnen ook nog eens een keer de waarde van Tesla eventueel in de toekomst gaan rechtvaardigen. Maar als China tegenvalt, ja, dan moet je ook wel zorgen dat je je gordels om hebt. Want dan kan het best zijn dat het aandeel Tesla gewoon zomaar weer van 54 terug gaat naar $200. Hou je gordel om. Meneer Venema.